Eva Hermans Kroot, momenteel te zien in Over Mijn Lijk, ondergaat zware weken vanwege een nieuwe kuur. In een emotioneel bericht op haar Instagram deelt ze haar ervaringen. Het is veel, begint Eva haar bericht. Het voelt zwaar. Elke week een kuur. Tot nu toe vallen mij de kuren ook niet erg mee. Ik voel mij eigenlijk gewoon elke dag futloos. Alsof ik acht keer de marathon heb gerend. Ze beschrijft dat ze licht in haar hoofd wordt, Benauwd raakt of hartkloppingen krijgt als ze wel doet waar ze zin in heeft. Het lukt mij gewoon bijna niet om iets normaals te ondernemen. De situatie frustreert haar enorm. Ik heb al zoveel moeten inleveren en wil niet nog meer inleveren. Ik ben blij dat ik niet ziek-ziek ben, maar dit is ook geen doen. Ik wacht af tot de uitslag van de scan en werkt het middel? Dan wil ik denk ik vragen om verlaging van de kuur, zodat ik wat normaler en minder afhankelijk kan leven. Eva sluit het bericht eerlijk af. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe gaat het? Meestal antwoord ik wel oké, okay, omdat ik geen zin heb in verdere vragen, maar eigenlijk gaat het nu gewoon echt even kut. Op haar Instagram pagina Longeneselijk houdt Eva haar volgers op de hoogte van haar situatie. Onlangs vertelde ze over de nieuwe kuur. Het medicijn dat gegeven gaat worden, werkt gemiddeld elf maanden als het werkt. Bij mij is het tot nu toe altijd anders geweest dan gemiddeld, dus ik pin mij hier niet aan vast. In 2021 ontdekte Eva een bult in haar nek, wat uiteindelijk longkanker bleek te zijn. In oktober 2022 kreeg ze het slechte nieuws van uitzaaiingen in haar hoofd, met een prognose van slechts acht maanden te leven. Echter, zoals ze onlangs op Instagram deelde, heeft ze deze prognose ruimschoots overschreden.